Bedankt allereerst voor de uitnodiging om deze lezing te mogen verzorgen. Toch dan weer vanuit huis. Maar goed, dat is wel, dan ook wel weer makkelijk om het op deze manier te kunnen verzorgen. Ik ben inderdaad werkzaam aan de Radboud Universiteit, hoogleraar Mathematische Fysica in de niet-commutatieve meetkunde. Daar zal ik straks iets meer over zeggen. Want ik wil het wat, het is een avondlezing, dus dat maakt het sowieso wat lichter. En het publiek is veel breder dan misschien normaal, dan ik normaal zou doen. Dus ik wil het gaan hebben over hoe we vormen, meetkunde eigenlijk kunnen doen, door er op zekere manier naar te luisteren. En dat wil ik dan uiteindelijk ook toepassen en laten zien of illustreren eigenlijk aan de hand van het universum. Nou goed, het opzet is als volgt. Ik begin met de vraag, kun je de vorm van een trommel horen? En dat is eigenlijk de wiskundige insteek die ik daarvoor zal uitleggen. Daarna zal ik bekijken hoe we dit in de natuur in de sterren kunnen doen. En het lijkt eigenlijk verbazingwekkend veel op hoe je dat in de wiskunde zou doen. En dat geeft een beetje de grondslag voor mijn vakgebied. En dat gaat over commuteren en ook over niet commuteren. Dat zal ik in ieder geval illustreren. En daarna zal ik kort aanstippen hoe ik wat mijn eigen onderzoek, wat ik daarin doe. En met mijn onderzoeksgroep hier aan de Radboud Universiteit. De vorm van een trommel horen. Laten we daarmee beginnen. Dus wat ik in gedachten heb is het volgende. Ik heb hier een stel trommels in ieder geval aangegeven. Ik had ze graag meegenomen. Dat is dan weer nu ook wel weer makkelijk dat ik ze nu met een plaatje kan laten zien. In plaats van dat ik ze in elkaar moet zetten. Want terzijde, ik speel slagwerk. Dus op zich ligt het wel dicht bij mijn hart. Dus ik ga slagwerk in het Symfonieorkest Nijmegen. Ik ben paukenist. Dus dit hele, die insteek die bevalt me eigenlijk wel. En dus haal ik graag een wiskundige Mark Karsh aan. Die stelde in een korte paper in 1966 aan. Can one hear the shape of a drum? Met andere woorden, kun je de vorm van een trommel horen? En wat hij daarmee bedoelde is het volgende. Dus eigenlijk, nou, kort gezegd, betekende dat als ik op die trommel zou slaan, of een van die drie trommels, kun je dan door de frequenties goed te analyseren, dus echt goed te luisteren naar die trommel, kun je dan de vorm bepalen. Is het een cirkelvormige trommel of een vierkante, et cetera. En dat is een zeg maar, iets meer algemeen geformuleerd door Mark Karsh. En dan gaat het als volgt. Dat is namelijk het volgende. Iets preciezer kun je zeggen dat je, stel dat je van een membraan of een volume, dat trilt, als je alle trillingsfrequenties zou weten, kun je dan zijn vorm reconstrueren van het object waar je op aan het slaan bent, zonder het natuurlijk te kennen. Dus kun je die vorm reconstrueren. Nou, ik zal één ding zeggen over formules in mijn presentatie. Die zijn slechts ter illustratie, maar geven wel aan hoe ook de schoonheid van de wiskunde die hierachter ligt. Want de eenvoud van de formule, namelijk hij is te illustreren aan de hand van de formule delta u is lambda kwadraat u. Dat is voldoende om al deze verschillende instanties van trillingsfrequenties, van trillingen van volumes of membranen of zelfs hogerdimensionale objecten, om die te beschrijven. Nou, dit is dus hoe Mark Karsh dat formuleerde en de vergelijking is die van Helmholtz. Dat is die vergelijking die hier staat. En die vertelt me eigenlijk wat de uitwijking U is van zo'n vorm als ik hem laat trillen. Dus dat is eigenlijk de trillings- of de golfvergelijking zoals die geformuleerd werd door Helmholtz. Al veel eerder dan Mark Karsh uiteraard. Nou, laat ik dat vooral gaan illustreren aan de hand van een paar voorbeelden, namelijk die ik daarnet had, maar dan in een wiskundige, iets preciezere context. Dus laten we beginnen met een schijfvormige trommel of een ronde trommel. Dus dit is eigenlijk de klassieke trommel, hè? Dus gewoon een vel eigenlijk. En wat u hier links ziet is, een bepaalde frequentie, een bepaalde trilling van die trommel, als je erop zou slaan. En wat u ziet is natuurlijk dat het inderdaad vibreert. En is dan in de tijd afgespeeld. En wat in de figuur rechts staat,
zijn die golfgetallen, eigenlijk die frequenties, die de lambda's dus in de formule, die je uit die Helmholtz vergelijking krijgt. Dus dan, ik heb de eerste 80 geloof ik aangegeven hier. En dan zie je dat die frequenties dus steeds hoger worden. Nou, dat zijn, als je op een trommel zou slaan, dan hoor je ook niet vaak, of hoor je eigenlijk nooit één frequentie. Maar je hoort altijd zijn boventonen ook, en dat geeft precies het karakter van de trommel. En dat hele idee wat hier staat, zijn hier die frequenties die hier staan, die hebben vaak allemaal met een bepaalde amplitude, komen die aan bod als je op een trommel slaat. En hier links is dit soort ideale situatie waarin die tilt op één manier. En dit is wiskundig heel mooi beschreven door links is een Bessel-functie geïllustreerd. Zo heette die trillingsmodi. En de eigen frequenties, dus de trillingsgetallen, de golfgetallen aan de rechterkant, dat zijn dan de nulpunten van die functie. Hoe dan ook, zijn dit gewoon oplossingen die je kunt bepalen door het probleem wiskundig op te lossen. En elke keer is het van belang dat ik dus die vergelijking probeer op te lossen, waarbij ik de rand vasthoud. Ja, dus de rand van de trommel, die beweegt niet, die trilt ook niet, want daar zit de rand. En daar staat het vel gewoon strak gespannen, maar daarbinnen mag hij vrij vibreren. Nou, dat is dus de schijfvormige trommel. Iets exotischer trommel is een vierkante trommel. Die had ik ook al in het plaatje, die zal denk ik wat minder aangenaam klinken. Maar dit is wat er gebeurt. Dus dit zijn eigenlijk gewoon cosine en sinus die van de rand tot de rand gaan. Waarbij het van belang is weer dat op de rand de amplitude nul is. Maar daarbinnen trilt hij. En dit is een voorbeeld van een trillingsmodus. Waarbij er natuurlijk ook hogere frequenties eventueel mogelijk zijn. Aan de rechterkant heb ik dan weer die golfgetallen aangegeven. Dus de frequenties waarmee je het object kan trillen. En dat heeft een... de vorm zoals hier rechts staat. Nou, dan die driehoekige trommel. Dat is eigenlijk, als je er even over nadenkt, is het een speciaal geval van die vierkante trommel. Want het enige wat ik moet doen is hem eigenlijk door de helft hakken en ervoor zorgen dat langs de diagonaal de amplitude nul is. Ja, dus de uitwijking moet dan nul zijn. Nou, ook dat kunnen we gewoon mooi illustreren. Dus die kun je ook oplossen. Ook dat is gewoon een aantal cosinussen en sinussen. Dus op zich niet zo heel ingewikkeld om ook om op te lossen en vervolgens ook te simuleren. En aan de rechterkant staat weer datzelfde staatje van golfgetallen. En die is al iets anders dan die vorige, dus dat is op zich wel aardig. Ze lijken allemaal op elkaar, die plotjes aan de rechterkant. Dus die golfgetallen die nemen kennelijk op dezelfde manier, grofweg op dezelfde manier toe. Maar ze zijn toch anders, als je er goed naar kijkt. Zal er straks nog op terugkomen. Dan staan ze allemaal naast elkaar. Dus zo telt een driehoekige trommel. Die zal nog vreemder klinken. Verwacht ik eigenlijk. En dan heb ik nog een andere. En dat is meer dat zul je op de aarde in ieder geval niet zozeer tegenkomen. Maar een willekeurige science fiction film die heeft dit vaak wel. Dus dit is eigenlijk een sferische, bolvormige trommel. En dan bedoel ik de buitenkant van de bol. Ja? Dus alleen de bolschil eigenlijk, de sfeer noemen we dat. En die is aan het trillen. En het is alsof je hem indeukt. En dan krijg je dus ook een bepaalde trillingsmodi die je krijgt. Als je zwaartekracht even buiten beschouwing laat. Dus er zijn films zoals, populair is Gravity. Daarin bewegen, ik geloof, misschien zijn de bloeddruppels zelfs die op deze manier aan het trillen zijn. Dus dit wordt ook gewoon toegepast. In ieder geval de filmindustrie. En zo vibreert dus een sfeer. En deze modi die worden beschreven door sferisch harmonische functies. Mocht u dat iets zeggen. Aan de rechterkant zien we weer dus de golfgetallen uitgezet. Waarbij er wat plateaus ontstaan. En die plateaus hebben te maken met de symmetrie. Het feit dat we een sfeer beschrijven. Dus die symmetrie die zorgt voor die plateaus. En die is dus duidelijk anders dan de voorgaande. Maar hij heeft wel weer diezelfde soort van paraboolvorm. En dat is eigenlijk de boodschap hier die ik heb. Is dus samengevat. Is als ik kijk naar de schijf, vierkant, de driehoek of de sfeer. Dan zijn ze allemaal anders. Dus al die frequenties, als je erop zou slaan. Je analyseert welke frequenties trillen nou eigenlijk. Welke kom ik tegen. Dan zijn ze allemaal anders. Dus die plotjes die zijn gewoon anders. Dus de golfgetallen die je vindt, die zijn anders. En dus kun je het verschil horen tussen in ieder geval deze vier mogelijkheden van trommels.
daarbij is het wel weer leuk om te zien dat ze dus allemaal van een grote afstand wel op elkaar lijken. En dat idee, dus dat ze paraboolvormig zijn, dat heeft te maken met het feit dat alle objecten die ik liet trillen, die waren tweedimensionaal. En dus die twee, die zorgt voor de paraboolvorm. En het is inderdaad zo dat in drie dimensies ziet het eruit als een soort derde macht plotje. Dus dat gaat helemaal compatibel, maar dat is niet voor vandaag. Maar dat is wel de achterliggende gedachte van al deze, het analyseren van spectra, van trillingsspectra, om zoveel mogelijk over de vorm te weten te komen. En iets wat je te weten wilt komen is bijvoorbeeld de dimensie van het object wat aan het trillen is. Is het een snaar, is het iets eendimensionaals, of is het iets tweedimensionaals, zoals ik hier laat zien? Of misschien is het wel iets driedimensionaals wat aan het trillen is. Maar dat kun je dus heel snel bepalen door te kijken naar de vorm van die spectra. Nu is het wel aardig om een klein beetje in te zoomen. En daar is bijvoorbeeld de driehoek nog geschikt voor. Dus ook dit is weer een formule slechts ter illustratie van de kracht van iets wat we kunnen analyseren van van dat spectrum. Dit is een artikel wat redelijk toegankelijk is. Dus het is Hearing the Shape of a Triangle van Maron en Grieser. En dat is verschenen in de hieronder notices of the AMS. En daarin gaat het over, stel ik weet dat het object wat aan het trillen is een driehoek is. Kan ik nu, door naar zijn frequenties te kijken, kan ik de vorm van de driehoek volledig bepalen. Dus zijn hoeken en zijn lengte van de zijdes, kan ik die volledig vastleggen door slechts dat spectrum te kennen. Nou, het antwoord daarop is ja, dus dat hebben ze in dit paper gedaan. En dat is wel aardig, want het is na één ingrediënt, dat gebruiken ze, leggen ze ook verder niet uit dan zoals ik het hier doe. Dus er is een formule die als je kijkt naar de linkerkant van deze vergelijking, dan staat daar een som over al die lambda's, al die golfgetallen. En dan e tot mag min t lambda kwadraat. Nou, dat gaat eigenlijk alleen maar over een warmtedivisieproces. Dit noem je de warmtekern, of de warmtespoor. Als je die uitrekent, dus met kennis van het spectrum, kun je de linkerkant uitrekenen. En dan kijk je hoe dit asymptotisch gaat. En dan vind je dat het als 1 gedeeld door t gaat, zoals daar staat. Dan a gedeeld door 4pi, nou, et cetera. Er staan een paar termen. En het belangrijkste wat we hier uithalen, is dat het gedrag voor kleine t van die linkerkant, die bepaalt het oppervlak, dat is de leidende term eigenlijk, en dan direct daarop gevolgd door de omtrek, p, en dan de som van de reciproke hoeken, dus 1 gedeeld door alfa plus 1 gedeeld door beta plus 1 gedeeld door gamma. Dus dat kunnen we uit dat spectrum halen, door naar dit soort processen te kijken. Dus het enige wat we nodig hadden is lambda, en daaruit konden we analyseren, en dat is een grote stelling uiteraard om dit allemaal te bewijzen, maar daaruit halen we dus oppervlak, omtrek en de som van die reciproke hoeken. Nou, dat is de uitdaging, en dat is eigenlijk meer elementair, dat gaat gewoon over driehoeken. Je zegt dat met deze informatie kan ik de driehoek volledig bepalen. Dus als ik zijn oppervlak weet, zijn omtrek, en de som van de reciproke hoeken, dus niet de som van de hoeken, nou ja, dat was niet zo heel interessant natuurlijk voor een driehoek, maar die reciproke, daaruit kan ik volledig de vorm van de driehoek bepalen, dus zijn zijdes bijvoorbeeld, of wat je ook maar wilt, de hoeken, en inclusief schaling. Ja, dus dat is eigenlijk een heel mooi resultaat. Die paper is zoals ik zei, heel toegankelijk, dus dat is een mooi stuk als u hier iets meer over wilt te weten komen. En het was ook de aanleiding voor een bachelorstudent van mij, om te kijken hoe ver kunnen we nog gaan in dit hele, ja, dit proces eigenlijk. Want ik heb nu driehoeken genomen, kan ik iets met vierkanten doen bijvoorbeeld. En dan bedoel ik eigenlijk vier hoeken natuurlijk, want vierkanten zijn natuurlijk wat eenvoudiger. Maar in de vier hoeken zou je kunnen afvragen, kan ik misschien wat te weten komen? Nou, dat kan ook. En dan moeten we er één object aan toevoegen. En dan hebben we het over trapezia, dus dat betekent dat er twee zijdes parallel zijn. En dan kun je naast die warmtekern die ik net had, kun je ook kijken naar de golfkern. Dat is wat hier staat, dus dat zijn sommen van fasefactoren. Dan kun je naast het oppervlak, omtrek en de som van reciproke hoeken, zoals ik net al had,
kun je ook de lengte van wat ze biljartbaltrajecten noemen. Dat zijn eigenlijk gewoon precies wat je denkt dat het is. Dus een trapeziumvormige biljarttafel. En daar, daar ben je, zeg maar, via de zijdes volg je een bepaalde biljartbal. En dat zijn precies die dingen, die trajecten die gesloten zijn. Hè? Dus die, waarbij je weer uitkomt op hetzelfde punt als dat je begon. Nou, die lengte, die kun je uit die golfkern halen. En met die informatie, dus heb ik vier objecten, vier getallen eigenlijk tot mijn beschikking. Daaruit kan ik trapezia reconstrueren onder een bepaalde aanname van die scherpte van de basishoeken. Dus het moet voldoende scherp zijn. En aangezien dit een alumnus of een alumni lezing is, is het natuurlijk hartstikke leuk dat Luc Verhoeven, dus zelf alumnus van de Radboud Universiteit, hier zijn honors bachelor scriptie over heeft geschreven in 2015. Daarna heeft hij zijn master ook gedaan. En ondertussen is hij dus, laat ik zeggen, uitgevlogen en is hij promovendus in Canada, Western Ontario University, Londen in Canada. Dus dat is hartstikke mooi dat dit gewoon zoiets leidt eigenlijk. Dus zo'n paper is dus niet zo heel oud over die driehoeken. Dat hebben we opgepakt. En is dus redelijk goed te implementeren in een scriptie van een goede student. Oké, dit is allemaal het goede nieuws. Er is namelijk ook slecht nieuws. Er zijn namelijk ook vormen die verschillend zijn, maar hetzelfde klinken. En eigenlijk wist Karts dat ook al wel, want er waren een paar voorbeelden al bekend. Die waren hoogdimensionaal en later. Dus dit voorbeeld is van Gordon Webb en Wolper. Dat zijn twee vormen die gewoon in het vlak kunnen worden getekend. En als je die aanslaat, als je dus daar naar de frequenties van kijkt, gewoon die bewegingsvergelijking, die Helmholtz-vergelijking oplost, dan zijn de golfgetallen 1 op 1 hetzelfde. En de vormen zijn dus aangegeven hier in zwart. Dat zijn een beetje die driehoekige vormen met hier en daar een hap eruit, die linksonder staat en rechtsonder. En in het rood staat, net zoals eerder, maar dan in de simulatie was dat, heb ik aangegeven wat dan de uitwijking is op een bepaald tijdstip, zowel links als rechts. En dat zijn dan drie verschillende modi die ik heb aangegeven daarboven, in totaal drie. En dus wat wel interessant is dat ze dus, als je de golfgetallen uitrekent voor links en rechts, dan zijn ze dus 1 op 1 hetzelfde. En dat is ook de procedure is om van de een naar de andere kant te gaan door te knippen en te plakken met eigenlijk de uitwijking. Golfgetallen zijn dus hetzelfde, maar het is duidelijk dat de uitwijkingen niet hetzelfde zijn. En dat is een beetje de insteek in mijn vakgebied, is dat we combineren eigenlijk die spectra van golfgetallen met iets lokaals. Is dat je, als je nou kunt lokaliseren, dus je kunt, zeg maar, lokaal naar zo'n trommel luisteren, dan kun je wel het verschil waarnemen. Want dan is het duidelijk dat die linker uitwijking anders is dan de rechter uitwijking. En ook zijn trillingsgetallen, et cetera. Dus dat is een beetje de oplossing in ieder geval die mijn vakgebied aangeeft. Dus dat is de situatie in de wiskunde. Dus voordat ik naar het tweede deel ga, is het misschien een goed moment altijd om eventuele vragen nog te antwoorden. Kijk even in de chat mee. Goedenavond. Ja, dus laten we gaan naar de meten in de natuur, in de sterrenkunde. En dat is eigenlijk een verhaal wat hier los van staat, van het voorgaande. Dus dat zou, als het wat te technisch is, of het is wel goed om te variëren, denk ik. En later zullen we zien dat het heel dicht in de buurt komt bij wat ik net vertelde. Namelijk dat we eigenlijk, als we experimenten doen in de natuurkunde en in de sterrenkunde, dat we hetzelfde aan het doen zijn als dat ik net deed. Dat we de hele tijd aan het kijken zijn naar spectra, naar frequenties. Dat is eigenlijk alles wat we kunnen doen. Want meten doen we niet meer met lineaal en dergelijke. Dus daar een klein beetje geschiedenis over. Want het begon natuurlijk wel zo. Dus het gaat over de meter. Dus 1791 is de meter gedefinieerd aan de hand van de omtrek van de aarde.
was mooi geweest als het ook echt het meter was geweest, want dan was de omtrek van de aarde zoiets als 40.000 kilometer geweest. Dat is het niet helemaal. Maar goed, kwam in de buurt. En het heeft allemaal te maken met deze expeditie. Dus die meter, het was handig om een of andere vaste maat te hebben van die meter. Nou, het is zo gedefinieerd. Toen is een expeditie gestart een jaar later om tussen Duinkerke en Barcelona de lengte te gaan meten. En dan aan de hand van zeg maar, de boog die is afgelegd te bepalen wat de hoek was die ze hebben opgemeten. En dat is natuurlijk een Franse expeditie, dus vandaar dat dit de locatie was. Maar het was wel aan het begin van de Franse Revolutie, dus het was niet triviaal om met meetinstrumenten van dat soort, met dat idee, die berging te trekken. Hoe dan ook hebben zij dat gedaan. Er zijn wat meetfouten, dus het heeft allemaal niet extreem goed uitgepakt. En dat is dus ook te zien in de omtrek van de aarde. Los van alle variaties natuurlijk tussen meridianen en tussen evenaar, et cetera. Hoe dan ook is dat zo gegaan. En toen is er een meter vastgelegd. Gewoon een staaf neergelegd. Bij Parijs. En dat is de mètre étalon. En dat was de definitie van de meter. Dus gewoon een object wat daar lag, dat was de meter. En dat was... Ja, op zich heel mooi dat dat er was, maar het was ook weer niet heel praktisch, want die meter die moest natuurlijk elders ook worden opgemeten. Er waren een paar kopieën van, et cetera. Maar toen werd eigenlijk ontdekt, pas in de jaren 60, dus het heeft heel lang gewerkt, dat de meter, zoals die was gedefinieerd met die mètre étalon, dat die niet hetzelfde bleef. Dus er waren allemaal variaties. Ze probeerden wel op een bepaalde temperatuur te houden, maar toch was er gewoon een variatie in die lengte. Die werd waargenomen door te gaan kijken naar krypton. Dan zagen ze dat de overgangsgolflengte kennelijk varieerde. Als ze die meter namen als standaard. Nou, dus die meter, de mètre étalon werd weggehaald als standaard. En toen is de meter gedefinieerd als een veelvoud van een overgangsgolflengte in krypton. Dus omdat dat kennelijk beter was of stabieler. Nou, dat is het verhaal tot aan zeg maar jaren 60. En tegelijkertijd was er eigenlijk ook een vraag om tijd te kunnen vastleggen, zodat we steeds preciezer eigenlijk tijd konden meten. En toen is de seconde gedefinieerd als een veelvoud van periodes van een overgangsstraling tussen twee hyperfijne niveaus van cesium 133. Doet er niet zoveel toe welke precies en wat het precies was, maar dit definieerde de seconde. Nou, dat gaf eigenlijk aanleiding, zeker in het, met de lichtsnelheid in gedachten, dat die twee die moesten eigenlijk gerelateerd zijn aan elkaar. En het feit dat de lichtsnelheid was gedefinieerd als gewoon eigenlijk een geheel getal, werd de meter gedefinieerd als de afstand die licht aflegt in deze fractie van een seconde. Dat is gewoon een rationele fractie, dus een breuk van een seconde. En dus dat is ook gewoon, dat stopt wat dat betreft. Nou, dat is zeg maar de definitie zoals die geldt sinds 1983. En die vinden we natuurlijk terug in het alledaagse gebruik. Dus we meten misschien nog wel wat houtwerk met een rolmaat. Maar uiteindelijk is het veel praktischer om bijvoorbeeld ruimtes juist op te meten met een meer digitaal apparaat. Waarbij je niet zozeer aan het meten bent wat de lengte is. Maar je kijkt gewoon naar hoe lang heeft het geduurd voordat ik van de ene muur naar de andere muur ben gegaan en weer terug. En dat heeft, daar zit dit precies achter. Het feit dat je dus de seconde gebruikt als definitie eigenlijk voor de meter. Ja, via de lichtsnelheid kun je van de een naar de ander. En eigenlijk meer ideaal nog zou zijn om waterstof te gebruiken om die seconde te definiëren, omdat dat veel meer aanwezig is in bijvoorbeeld het universum dan cesium. Nou, dit geeft dus wat ik noem de spectrale definitie van de meter. Ook weer aan de hand van spectra, van atomen. En dus ook dat gaat eigenlijk heel vergelijkbaar met wat ik eerder zei. Dus dat we dus niet meer zo aan het meten zijn met behulp van meters, maar met behulp van spectra. Nou, dit is
een mooie illustratie eigenlijk om dit helemaal een beetje uit te leggen hoe dit nou precies, ja, wat je er allemaal mee kunt doen. Het is eigenlijk een hele slimme zet, is in de jaren 70 om de pioniersatelliet, allebei eigenlijk, om die te voorzien, en die zweven dus nog ergens rond, om die te voorzien van een plaat, waarbij is aangegeven ten eerste hoe vriendelijk wij zijn, dus dat, is, dat staat hier van begroeting van een man en een vrouw, en dan moeten we maar hopen dat die aliens dit herkennen als een vriendelijk gebaar. Dus dat, is, dat staat daar hier aangegeven. Op de achtergrond is dat de satellieten nog bij, zodat ze min of meer de grootte kunnen bepalen. En nou, hieronder staat nog aangegeven een soort van schema van ons zonnestelsel, waarbij dat baantje en het pijltje, dat betekent dan dat die satelliet van de aarde komt. Dus nou, dat is allemaal, ja, dat heeft heel veel interpretatie, heeft dat nodig eigenlijk om te zien wat dit allemaal betekent. Dat is eigenlijk heel complex. Maar de eenvoud van wat daar linksboven staat, dat zorgt ervoor dat er echt goed over is nagedacht. Dat daar linksboven staat dus een waterstofatoom. En de overgangsfrequentie die daar staat, dus tussen die twee mogelijke toestanden die het waterstofatoom kan aannemen, te maken met spin heeft dat, die staat aangegeven met dat streepje en daaronder staat een eentje. Dat is eigenlijk de eenheid van lengte of van tijd. En die correspondeert met ongeveer 21 centimeter. Ja, dus dat is eigenlijk de bit voor zeg maar de standaard maat voor, dit, voor alles wat verder op dit plakkaat staat. Dus die zou inderdaad met kennis van waterstofatoom beschikbaar moeten zijn, ook voor buitenaards leven. En dus die 21 centimeter, dat is de standaard. En dan, als we dan rechts kijken, staat naast die vrouw, staat een soort van een lengte aangegeven. Dan staat er binair, staat er het cijfer 8 aangegeven. Dus 1000. En dat, de betekenis daarvan is dat dus de lengte 8 keer die 21 centimeter is die daar links staat. Dus ongeveer tegen de 170 centimeter aan. Dat is de gemiddelde lengte van een vrouw in ieder geval in die tijd. En dat is op zich wel een aardige zet om op die manier lengtes dus te coderen aan de hand van een spectrum van het waterstofatoom in dit geval. Nog interessanter wordt het met die plot met al die rays aan de linkerkant. Daar staat in het midden, dat is waar het vandaan komt. Dus dat is de zon. En die lijnen, dat zijn de afstanden, dus de lengte van die lijnen correspondeert met de afstanden tot de dichtstbijzijnde pulsars. En wat daarnaast staat, of erbovenop getekend, dat zijn de frequenties van die pulsars. Dus pulsars zijn snel roterende objecten, die hebben een bepaalde frequentie. En dat is het aangeven in binair. Dus opnieuw gebruik maken van die spectra om dat aan te geven. En wat je nu ziet is dat je dus daaruit de positie kunt bepalen van de zon. Maar omdat die pulsars in frequentie, die varieert in de tijd, die neemt af, kun je er ook het tijdstip uithalen. Dus eigenlijk heeft dit een soort van vierdimensionaal plaatje van waar dat object vandaan komt. Dus zowel van welke plek het vandaan komt, namelijk min of meer bij de zon, en op welk tijdstip, namelijk in de jaren 70. Dus dat is heel mooi gedaan en op die manier kun je dus ook weer met behulp van spectra bepalen waar en wanneer iets is verstuurd. Die lijn die hier trouwens vlak ligt op de achtergrond, dat is de lijn tot het centrum van de Melkweg. Oké, dit is dit. Nou ja, we hopen dat dit wordt een keer wordt opgepikt en dan kunnen we vast wel contact maken met op deze manier. Oké, nog meer spectra, wat serieuzer, echt wat gebruikt wordt. Dat is namelijk als je kijkt naar roodverschuiving. Dus dit is een bepaald supercluster. Zoals je weet, ik ben geen sterrenkundige, maar ik illustreer aan de hand van metingen van spectra die in de sterrenkunde worden gebruikt. Daarvoor geldt dat als je kijkt naar die spectra, dan zie je dus als je ze vergelijkt met bijvoorbeeld die van de zon, of, dan zie je dat er een bepaalde verschuiving is van de spectrale lijnen. En die komt, dus eigenlijk een Doppler effect,
van het feit dat die objecten zich van ons verwijderen. En dat heeft uiteindelijk geleid, dat hele idee en al die metingen, tot een hele precieze beschrijving van de uitdijing van het universum. En dan gaat het niet over dat al die sterren van elkaar zich verwijderen. Het gaat om het feit dat de meetkunde van het universum, van het hele al, dat die aan het uitdijen is, die is aan het expanderen. Dat staat hier rechts ook aangegeven. En die sterren, dat zijn slechts zeg maar, de punten waarmee we dat bepalen. En dat is dus eigenlijk een observatie die je ook weer spectraal doet. En dat is gewoon omdat dat het enige is wat we tot onze beschikking hebben in de sterrenkunde. Het zijn allemaal spectra die we meten. Ofwel in het visuele of radiogolven. Maar dat geeft ons een indruk van de meetkunde, de vorm van het universum. Nou, dan een meer recente manier om waar te nemen, ook weer met behulp van spectra, is met behulp van zwaartekrachtsgolven. En dat is nu een jaar of zeven, dus sinds de eerste waarneming, is dat, dat hier de staat aangegeven wat de frequentie is, die wordt waargenomen in die van die zwaartekrachtsgolven. Dat is een frequentie die dicht in de buurt ligt van ons auditieve spectrum. Op zich wel aardig. Niet dat we ze kunnen horen, maar de frequenties zijn hetzelfde. Op een fractie van een seconde gebeurt dat. En de modellen zorgen ervoor dat we dit kunnen interpreteren als twee om elkaar draaiende zwarte gaten die vervolgens samensmelten. Ja, dus dat is wat hieronder staat. Dat is precies wat je zou verwachten voor zo'n situatie. En dat is dus hoe we die dingen interpreteren. Nou, de manier om dit te meten. U ziet hier strain 10 tot de macht min 21. Dat is ongelooflijk. Dus, en ook daar sta ik als buitenstaander met verbazing naar te kijken natuurlijk. Dat wordt, dus die strain betekent dat de lengte met een factor 10 tot de macht min 21 wordt vervormd, doordat er een zwaartekrachtsgolf, dat is een golf die de ruimte dus zelf vervormt, wordt die vervormd en dat wordt waargenomen. En dat wordt waargenomen in de opstelling zoals die daarboven staat, dus LIGO. En daarvoor geldt dat er twee armen eigenlijk zijn, van 4 kilometer elk, waarbij je ervoor zorgt dat je kunt meten wat de afstand is. En dat is met zo'n precisie dat je dus op 10 tot de macht min 21 als factor het verschil kunt bepalen. Dus dat is natuurlijk ongehoord. En dat heeft allemaal, een van de cruciale uitgangspunten daarvoor is dat daar door die 4 kilometer loopt een laserstraal. En die is dusdanig stabiel in frequentie dat je daarmee deze precisie kunt verkrijgen. Dat is kort samengevat wat daar gebeurt. Natuurlijk, het experiment is vele malen ingewikkelder. En daar zult u echt een keer iemand anders voor moeten raadplegen. En dat zou ik ook zeker doen. Het is ongelooflijk wat daar kan. Mijn punt is dat er dus opnieuw met behulp van spectra, met behulp van laser licht eigenlijk, door die golven te gaan analyseren en superpositie te doen, dat je daaruit die precisie kunt krijgen om vervolgens iets te zeggen over de vorm van ruimte-tijd. En dat is eigenlijk dus vergelijkbaar met wat ik eerder het luisteren naar de vorm noemde. Wordt hier eigenlijk toegepast, maar dan in de sterrenkunde. Excuse. Misschien zijn hier nog vragen. Oké, bedankt. Dan gaan we commuteren, ofwel niet commuteren. Nou, dit is dus mijn vakgebied, niet commutatieve meetkunde.
Dus iets rustiger uitgesproken, niet commutatieve meetkunde. En het is een vakgebied in de wiskunde. En het generaliseert eigenlijk de meetkunde van Riemann. Door te kijken naar ruimtes waarin coördinaten, dus de x en de y en de z, etc., niet met elkaar commuteren. Zoals op zich die meetkunde van Einstein, die Einstein gebruikt om, het, om de, zeg maar, de kromming van ruimte-tijd te beschrijven. Daar gebruik je coördinaten. X, y, z, maar ook t, dan ruimte-tijd. En wat dit vakgebied voorstelt, is dat je die coördinaten eigenlijk wilt vervangen door iets wat niet meer getallen zijn. Eigenlijk. Dus daar zal ik straks wel iets over uitleggen, maar eerst een beetje de... Ja, wat doe je ermee in de wiskunde? Dus wat heb je eraan, is een valide vraag binnen de wiskunde. Dat is namelijk bijvoorbeeld het beschrijven van objecten die wat exotischer zijn. Namelijk hier staat een bepaalde foliatie van de torus, van de donut. Die heel lastig te beschrijven is door gewoon hem te beschrijven als ruimte. Maar beter te beschrijven is met iets niet-commutatiefs, met een niet-commutatieve ruimte. Hetzelfde voor deze betegeling eigenlijk, dus de Penrose-betegeling. Die kun je ook beschrijven met behulp van niet-commutatieve coördinaten. Nou, het vakgebied is ontwikkeld in de jaren 80 van de vorige eeuw door Alain Kohn. Het staat hier op de foto, achter de bal waar we inderdaad in normale situaties gewoon hadden gestaan. Dit was een jaar of 5 geleden dat ik hier op bezoek was. Precies de slinger van Foucault, zoals u die misschien kent uit het huisgebouw. Nu, wat niet commutatief? Dus eerst maar eens commutatief, dus commuteren. Het is ook gewoon geïllustreerd aan de hand van een soort van diagram hoe je normaal vermenigvuldigt. Er gaan boven gaan de getallen naar binnen, de 6 en de 2. En die komen bij elkaar in een punt. Vermenigvuldig je ze met elkaar, komt er 12 uit. Als ik opnieuw begin, maar dan een stukje naar rechts op mijn slide, dan verwissel ik ze en dan ga ik ze daarna vermenigvuldigen. Dat is 2 keer 6. Het geeft mij precies hetzelfde resultaat. Ja, het geeft me gewoon 12. Dus dit is niet zo heel spannend. Dit is gewoon het vermenigvuldigen van getallen, maar het zijn wel de getallen die je gebruikt voor het geven van coördinaten. Van een x en een y-coördinaat bijvoorbeeld. Daar kun je ook mee gaan vermenigvuldigen, kun je algebra mee doen. Kun je allemaal dingen mee berekenen. Een voorbeeld van niet commuteren is wat ik hier heb geïllustreerd aan de hand van strookjes. En die strookjes die hebben nu, die zijn plat en die hebben een kleur. En die lopen van rood naar groen. En het idee is dat ze elke keer langs de rand dezelfde kleur hebben. Dus dan zijn ze groen, de buitenkant is rood. Als ik nu de boel omdraai, dan vind ik dat dus buiten eigenlijk binnen wordt. En dan vind ik dat rood daar binnen eindigt en groen langs de buitenkant doorloopt. En wiskundig gezien is dit niets anders dan matrixvermenigvuldiging. Wat ik heb geïllustreerd aan de hand van die strookjes. Dus hieronder staat het. Dus ik sommeer over J. Dus dan heb je het over matrix A, matrix B. Vermenigvuldig ik rijen en kolommen. Als ik dat omdraaien en dat opnieuw gaan uitrekenen, dan krijg ik een ander resultaat. Ja, dus die twee dingen zijn gewoon niet hetzelfde. Dat is aan de hand van die strookjes te zien. En de motivatie, die komt uit de deeltjesfysica voor het beschrijven van zoiets, is dat je namelijk die kleuren die staan eigenlijk voor een deeltje. Dus bijvoorbeeld rood staat voor een muon en groen staat voor een neutrino, het muon-neutrino. En het idee is dat je niet zozeer één deeltje beschrijft. Maar in de deeltjesfysica beschrijf je vaak superposities van deeltjes. Zeker als ze dezelfde eigenschap hebben. Dus dat noemen we een interne ruimte. En het idee van die strookjes is dat je eigenlijk die superpositie beschrijft. Dus je bekijkt die deeltjes tegelijkertijd. Zowel het neutrino als het muon. En alles wat ertussen zit. En links geeft dan duidelijk een ander resultaat dan rechts. Dus dit zijn andere processen in de fysica. Dus dit is niet commutatief. Commuteren betekent dus niets anders dan het verwisselen. Dat je dat mag doen en dit is niet commuteren. Nou, een proces wat dan niet commuterend is. En dan als de rechterkant too much is, dan is de linkerkant prima. Dus dit gaat over beta verval. Je hebt beta min verval en beta plus verval. Dus het gaat over het verval van protonen en neutronen. En dan is het zo dat beta min... Dat doet iets met de neutron, maakt er een proton van onder wegschieten van een elektron. En beta plus,
Begin met een proton, maak er een neutron van en schiet een positron weg. Een anti-elektron. Nou, als je die dingen na elkaar uitvoert, dan doet beta min dus niks met dat proton. En als je dan laat volgen door beta plus, dan krijg je het neutron. Als je eerst beta plus uitvoert, dan kom je met dat neutron uit. Daar beta min op loslatend, geef je een proton. Dus die twee processen, als je die na elkaar zou uitvoeren, is natuurlijk hypothetisch, maar als je dat na elkaar zou laten gebeuren, dan is het resultaat anders. En hier aan de rechterkant staat dit uitgewerkt voor de matrices. En dat illustreert dus het niet commutatief zijn van matrixvermenigvuldiging. Maar stelt ons wel in staat om die processen te beschrijven. Dus dit is typisch het soort niet-commutativiteit wat we tegenkomen in de deeltjesfysica, in ieder geval in de toepassingen van mijn vakgebied in de deeltjesfysica. Nou, dan iets, zeg maar, hoe ver kun je dat allemaal duwen eigenlijk? En dan blijkt dat je het zo ver kan brengen als het standaardmodel. En dan vinden we dat de coördinaten, die commuteren niet meer met elkaar, maar ze hebben een soort interne matrixstructuur. En die hebben te maken met elektromagnetisme, een zwakke en een sterke wisselwerking. En die hebben allemaal hun eigen niet-commutatieve structuur. Maar we doen nog steeds meetkunde. Dus dat betekent dat als ik ga praten over kromming en dergelijke, dan kan ik nog steeds praten over krachten die erbij horen. En dat is net zoals zwaartekracht dat doet. Dan heb ik het over kromming van ruimte, zoals u die kent, commutatieve ruimte. Die nemen we waar als zwaartekracht. En hetzelfde gebeurt hier, maar dan in die interne ruimte. Dus de andere natuurkrachten, die kunnen we zien als kromming van die niet-commutatieve ruimte. Nou, het mooie is dan dat we het Higgs-deeltje eigenlijk als een soort bonus krijgen, of het Higgs-mechanisme zelfs. En dat staat dan weer samengevat in deze voor ons eenvoudige formule, waarbij het van belang is dat er elke keer dat de input, alles wat daar staat, is spectraal gedefinieerd. Dus allemaal afhankelijk van het spectrum. En ik zal niet verder uitleggen waarom dat precies zo is, maar het punt is dat dit opnieuw een spectrale aanpak is van de meetkunde. Ook als hij niet commutatief is. Hier rechts staan Brout, Engler en Higgs, die verantwoordelijk worden gehouden voor het, wat we het Higgs-mechanisme meestal noemen. Oké, een aantal andere toepassingen die misschien nog wel duidelijker zijn in de natuurkunde. En dan heb ik het over toepassing van niet-commutativiteit. Is ten eerste, eigenlijk het meest in het oog springend, is de kwantummechanica. Hier rechtsboven staat Heisenberg. Die stelde dat coördinaten x en p, dus positie en momenta, dus impuls, snelheid van een deeltje, dat die niet met elkaar commuteren, maar dat er een kleine defect is eigenlijk in die commutativiteit, ih-streep, waarbij h-streep een zeer klein getal is. Desalniettemin is dit niet commutatief, want x en p commuteren niet met elkaar. En dat heeft tot gevolg dat als je positie probeert te bepalen, dat er een intrinsieke onzekerheid ontstaat in momenta en andersom. Dat is de onzekerheidsrelatie van Heisenberg. Maar die komt door die niet-commutativiteit. Nou, iets vergelijkbaars gebeurt als je elektronen bekijkt in een vlak, en daar een sterk magnetisch veld op legt, dan heb je te maken met het quantum Hall effect in een bepaalde limiet. En die kun je beschrijven met een niet-commutatieve Bilouin-zone. En dus dat is iets in de natuurkunde wat beschrijft hoe dit zich gedraagt, dat systeem. Maar dat kun je niet commutatief doen. En de niet-commutativiteit zit hem in dat magneetveld wat erop staat. Nou, tot slot kunnen we ook commutatieve meetkunde doen. Dat is namelijk een speciaal geval van niet-commutatieve meetkunde. En daarmee halen we dus ook de meetkunde van Einstein weer terug. En dus dat generaliseren we eigenlijk. Door die niet-commutativiteit toe te passen of toe te voegen, kunnen we dus meer aan dan de meetkunde van Einstein. Waarbij dit de Einstein-vergelijking is die ook gewoon op t-shirts worden geprint. Oké, dan tot slot nog een paar woorden over wat ik hier doe met mijn onderzoeksgroep. Dat is het volgende. Dus een beetje conclusie van wat ik allemaal heb verteld is dat het uitgangspunt is dat je de vorm van ruimtes kunt beschrijven door het combineren van spectra, trillingsspectra, met coördinaten.
Dat kun je eventueel nog niet competitief doen ook. Maar als je dan even nagaat wat je in de praktijk tot je beschikking hebt, dan is dat nooit dat hele spectrum. Dus het is altijd maar een deel wat je aan het waarnemen bent. Dus als je in de sterrenkunde waarneemt, dan zit je bijvoorbeeld in het visuele spectrum te kijken. Of je doet het radiospectrum. Of je doet het zwaartekrachtsgolfspectrum. En je kunt die dingen misschien combineren en dan kun je conclusies daaruit trekken. Maar je hebt nooit het volledige spectrum tot je beschikking. Dus altijd ten eerste een beperking in die bandbreedte dus. Maar ook in resolutie. Dus nu is de vraag van, oké, maar als die theorie die ik nou net heb uitgelegd, als die nou nodig heeft dat ik het hele spectrum ken, plus die coördinaten dan nog, hoe kan het dan dat we toch in de natuurkunde zo'n goed beeld hebben van de vorm van ruimte, van ruimtetijd, terwijl we slechts een deel van het spectrum waarnemen? En dus de wiskundige theorie die daar eigenlijk ontbreekt, die probeer ik te ontwikkelen. En dat betekent dus dat ik ruimtes onderzoek op eindige resolutie. Dus slechts met een deel van het spectrum. En dan kun je dus zeggen van nou, kun je met een beperkte resolutie de vorm van een ruimte horen? En dat is dus eigenlijk een veel praktischer vraag dan die Mark Katz stelde. Die zei gewoon, kun je de vorm van een ruimte horen? Maar daar bedoelde hij wel mee, alle frequenties. Als je letterlijk luistert, dan heb je natuurlijk gewoon een beperkt spectrum tot je beschikking. Namelijk datgene wat wij kunnen horen. Ja, dus dat is de vraag. En nou is eigenlijk de aanpak daarin, is om te kijken van oké, als ik een deel van het spectrum heb en ik probeer die ruimte te reconstrueren. Ik volg dan eigenlijk gewoon de lijn van de reconstructie die ik eerder noemde. Dus we proberen de ruimte te bepalen. Hoe zien die ruimtes er dan uit als ik slechts een deel heb van het spectrum? En dat blijkt heel interessant te zijn. Dus het zijn allemaal hele mooie structuren die we waarnemen. Dus hier linksboven, dat is een soort, je zou een soort doodshoofdachtig iets kunnen noemen, maar mijn dochtertje, die vindt dat dit, die is 4 jaar, die vindt dat dit meer lijkt op Spider-Man. Dus dat vind ik eigenlijk wel wat geschikter. Dus, maar dit is de vorm die je waarneemt als je een spectrale afkapping doet van de cirkel. Dus je neemt een cirkel, daar gewoon een lusje, en een snaartje dus, een gesloten snaartje, en dat is aan het trillen. En in plaats van dat je alle mogelijke sinus en cosine neemt van het trillen, bekijk je slechts een deel daarvan. En dit zijn de eerste 3 modi. Dus dit is eigenlijk dit is de sinus en de cosinus en de constante bij elkaar genomen. En dan heb je deze structuur al. Dus dat is heel elegant. En verder hebben we het over wat kun je nou gaan meten? Dus als ik bijvoorbeeld kijk naar een cirkel, als ik dan afstand meet tussen 2 punten, dan volgt dat die blauwe lijn die in die grafiek linksonder staat. Dus je gaat zeg maar de afstand van een beginpunt tot een punt wat loopt over de cirkel, dat neemt dus toe tot pi, dan aan de overkant neemt het weer af. En dan wordt die afstand kleiner omdat je dan via de andere kant terug kan. Dus dit is de afstand op een cirkel, is gegeven door die blauwe lijn met die scherpe hoek erin. En als je nu gaat simuleren, het kan gewoon op een computer, door te kijken naar de gevallen van meer en meer modi meenemend, is dat je dichter en dichter in de buurt komt van die afstand. Dus dat je die inderdaad benadert en je kunt laten zien, wiskundig laten zien, dat je ook inderdaad die afstand benadert. Dus dat je een soort limiet krijgt van de cirkel. En, of een benadering eigenlijk van de cirkel, en in de limiet vind je die cirkel weer helemaal terug. En dat is het elegante is eigenlijk dat je dus met dat deel van het spectrum inderdaad iets krijgt wat erg lijkt op een cirkel en steeds meer gaat lijken op een cirkel. Nou, hier aan de rechterkant hebben we datzelfde gedaan voor een sfeer. Dat zijn twee, Apel Stern en Lisa Glaser, die in mijn groep werkten. Die hebben hetzelfde geprobeerd waarbij je ook weer op zoek gaat naar punten met afstanden ertussen. Maar dan kijken we in hoeverre die de sfeer benaderen. En hier zien we dat die punten inderdaad, dus het enige wat we van die punten weten, is een soort van tabel, waarbij we tussen de verschillende punten alleen maar hun afstand weten. En dan kun je aan de hand daarvan kun je een plaatje maken in 3D, die zeg maar die afstanden concreet maakt, door ze gewoon in te bedden in een driedimensionale ruimte. En dan blijkt dat ze inderdaad dicht bij een bolschil komen te liggen. Dus op die manier benader je opnieuw de meetkunde van de sfeer. Maar met een eindig aantal modi weer, dus een eindig deel van het spectrum. En dat is ook waarom we überhaupt die computersimulaties kunnen doen.
omdat een computer nou helemaal niet zo prettig werkt met oneindig veel trillingsmodi. Ja, dus je hebt echt een eindig aantal nodig om dit überhaupt te kunnen doen. Oké, dat is eigenlijk wat ik wilde vertellen, ook hiermee een beetje concluderend, is dat je dus met een deel van het spectrum, dat is wat ik aan onderzoek, toch nog heel veel te weten kunt komen over de vorm van die ruimtes. Nou, dan eindig ik eigenlijk hiermee om aan te geven waar alle achterliggende informatie is te vinden. Dus naar de echte papers die staan op mijn website, walterzuilenkom.nl. Maar daarnaast is nog wel interessant, is een domein noncommutativegeometry.nl. Daar staan een aantal filmpjes, korte introductie, notes, om gewoon eens te lezen of te beginnen. Er staat ook een animatievideo gemaakt door Bruno van Weyenburg over die toepassing in de deeltjesfysica. En daarnaast ben ik natuurlijk bereikbaar in het mooie Huygensgebouw. Waarvan het IMAP, het instituut is waar ik werk. En dus niet alleen wiskunde, maar zit ook astrophysics, sterrenkunde en particle physics. En eigenlijk zijn al die ingrediënten nu langsgekomen. Dus wat dat betreft ben ik daar helemaal op mijn plek, laat ik het zo zeggen. Het is een heel mooi instituut om in te werken. Om heel snel eigenlijk tussen de sterrenkunde en de deeltjesfysica te kunnen schakelen. Maar vanuit de wiskunde de boel te benaderen. Oké, dan ben ik hiermee aan het eind gekomen van mijn lezing. Dus bedankt voor je aandacht.